Er is een groot belang van de Nederlandse burgers, van de Europese economie mee gediend om de crisis in de eurozone effectief te bestrijden. Er ligt nou een voorstel van de eurotop en we moeten als Tweede Kamer, wij als Partij van de Arbeid-fractie ook, ons oordeel vellen of dit een goed plan is. Het gaat over vele miljarden, het raakt het belang van heel veel mensen voor heel veel jaren. Er is maandag gepuzzeld, alles op een goudschaaltje gewogen en wij gaan de komende dagen nemen om dat goed te bespreken, te doorgronden, daar een oordeel over te vormen. En uiteindelijk zullen we in onze fractie aanstaande dinsdag vaststellen of wij dit zullen steunen. Het criterium daarbij is dit in het belang van de Nederlandse burgers, van de mensen in het land en van de Europese economie. Daar zullen we het heel goed en heel zakelijk op beoordelen.